overwinning, 17-19. Ja, ik denk wel terecht. Ja, ik denk dat wij een heel goede ploeg hebben, een jonge ploeg, maar in verdediging spelen we vrij goed. En wij van achter ook Nicky Huba, dus ja, full prof geweest in Frankrijk. Dus ja, het is een groot verschil met andere ploegen. En, wij proberen die verdediging eigenlijk echt op poten te zetten. Wij weten dat daar eigenlijk voor 80% de match gewonnen wordt. En dat was het geval vandaag. Ja, jullie staan nu mooi op de vierde positie, denk ik. En met de volgende wedstrijd, dat is dan 8 november, dat is even stil. Maar dan ja, die wedstrijd tegen Vizé, dan moeten jullie eigenlijk winnen. Ja, weet je, dit jaar met deze groep, dat zijn allemaal jonge meisjes, 16, 17, 19 jaar, de oudste. Alleen maar, ik heb er één van boven 25. We hebben geen stress. Vorige week ook in Assel, ik zei ook tegen die meisjes, zonder stress, blijf gewoon je handbal spelen. En tot op 5 minuten van tijd hadden we die match moeten winnen. Spijtig genoeg hebben we dat weggegeven. Vandaag zijn we meer als volwassen gaan spelen. Ondanks dat ik vind dat de laatste minuut hebben wij dus DAW in de wedstrijd terug laten komen. Hadden wij gewoon rustig die wedstrijd uitgespeeld, hadden we gewoon met 5, 6 doelpunten. Maar ja, zowat. We hebben gewonnen, dat is belangrijk. Dat zijn punten die we absoluut niet verwachten. Omdat papier DAW normaal sterker is. Maar ik zei, handbal is een ploegsport. Dat wordt met 12 mensen gespeeld. En iedereen moet zijn schepje brengen in de ploeg. En dat is het geval bij ons. Daar is geen echt verdet. Ja, alleen een kiepster, ik zeg het, die ervaring zat. Maar voor de rest, die werken voor elkaar. En dat is belangrijk.